Hallo mensen, welkom terug bij Train Fever. Ja, ik heb net even twee treinen geüpgrade van de 3. En even kijken of deze is de maximale snelheid te halen. Oké, deze heeft nou 30 passagiers. Hè? Zit helemaal vol. En draait wel 30 km per uur. Dus ik weet niet. Want ik heb hem nou op de normale snelheid. De game. En ja. Even kijken. No line, wat was dat hier? No path. Okay, hij haalt 43. Hij is wel sneller. Ja, oké, 44. Hij haalde 45 wel. Hè? Alleen iets moeizamer, want je hebt natuurlijk een extra wagon aangekoppeld. 45, kom op. Ja, goed zo. Hij is natuurlijk wel even duurder. Finances. Hij draait vlies, maar hij komt net uit de poot, dus ik geef hem even een break. Oké, er is nog niks spectaculairs hier gebeurd in het stadje. Oh, wel, volgens mij zijn ze wat meer en een huis misschien. 13 mensen. Hoe doen de lijnen het? Oké, we zitten gewoon in het groen. Yes, sir. Ik heb nog wel een loon, denk ik, dus we gaan even wat repayen. We hebben nog een miljoen loon. Ja, oké. Ik verdien ik wel terug. Dit red ik wel, hoor. Moet even gaan kijken. Want... ...68% maken gebruik van de lijnen. 13 van 33 cargo supply gebeuren. Ik wil even een betere blik werpen op de cargo. Want... Gewoon, door de hand. Nee, oké, dat is zo stom. Dat is stomme reden. Olie. Wie heeft olie nodig? Jij vraagt om iron en coal. Jij vraagt er ook om. We hebben hier een stadje. Is dat... Of is dat te verbinden met dit? Of is dat niet mogelijk? Ja, dat is onmogelijk wezen. Production is zero. Ik doe er wel wat hout hier. Even kijken. Jij bent de Molotov Cross Forest. Oké. Oh, wat denk ik? Eerst krijg ik zo'n compact menuutje. Oh, cool. Cool future. Jij bent de sawmill. Dus als ik zeg maar hier in de trein heen en weer laat draaien, dan ga jij het hout hakken. Of, je begrijpt wat ik bedoel. En dan gaan die goederen gaan hier naar de industrieterrein. Nou, gewoon een beetje hier al ergens zijn. Ik denk land use. Ja, dan gaan hierheen. Dus is dat mogelijk om een trein te laten rijden? Of moeten we met... Nou ja, die paarden die zijn niet vooruit te branden. Maar die treinen zijn ook niet vooruit te branden. Dus dat maakt niet heel veel uit wat je kiest, denk ik hoor. Laten we eerst even een weg neerleggen. Laten we een duurdere weg pakken. Waarom doen die wegen altijd zo raar hier? Gewoon een rechte weg. Die opties die SimCity dan hebben, dat lijkt me helemaal wat. Oké, dat is een heel raar knik, maar whatever. Oh kijk, we kunnen trams. Ah, die stond er al in, hoor. Hier heb je de sawmill en hier heb je de forest. Dus dan moet het vanaf hier naar hier. Holy shit. 206k, maar ik heb gewoon zat. Oké. Ja, maar zo'n trein die gaat waarschijnlijk meer kosten dan het oplevert. Kijk, als het nou van hier naar hier moest of zo, ja. Maar dit is zo'n korte afstand. Ik moet even kijken, want ik denk dat het heel simpel is. Wacht even, geef me even zo'n... dit is een kleine en dit is een grote. Dit is een grote en dit is een kleine. Dus dan pakken we even een kleine, want dat kost me niet zoveel. Ik zet hem hier neer. Ja, het doet nog niks. Dan moet ik er nog zo eentje hebben. Hier al omheen. Wacht even, pakken daar
grote. Is het handig om het hier neer te zetten en niet hier neer te zetten? Oh wel, we zien wel, we zien wel. Ja, wacht even, we moeten er nog eentje neerzetten, niet zo snel. Dat moeten we hier vandaan halen. Even kijken, waar loopt die? Hoe ging dit? Hier heb ik een bushalte. En hier moet een bushalte, collision. Ja, just give me a break. Hier ook. Dan kunnen we een nieuwe lijn maken. Dus die gaat die naar hier. Ja. Nieuwe lijn. Van hier. Gaat die naar hier. Good enough. Oké, laten we even een pootje plaatsen. Ja, weet je. Om het trouwens zo simpel mogelijk te houden. Kijk, als je die karren helemaal van hier laat rijden, dan verdienen ze hun geld amper nooit meer terug. Dus ik zet er hier eentje neer. Hey, waarom verdwijnen die goederen? Ja. Weet je, hoeveel kost een depot nou, weet je? Wat heb jij nou wat te melden? Weet je, ik doe het gewoon omdat ik het ben. Zo zie ik heel vet uit de weg. Hey, lijkt net alsof dat het heel vaak gebruikt is. Even wat verder kopen. Oh, wacht even, ik moet een andere optie gebruiken. Laten we die even pakken kopen. Road verticals. Sluiten. Set line all, set line 4. Ja. Oké, wat ga je doen? Wat ga je doen? Ja, ze maken er al gebruik van. Yes! Congratulations! The first cargo item is waiting at Walden Cross West. Oké, ze maken gebruik van mijn bussen. Bij Road Verticals. Hoeveel heb ik van deze gekocht? Wacht, dat kunnen we allemaal hier terugvinden. We hebben er 1, 2, 3, 4, 5, 6 van gekocht. Met een verlies van 4000. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes, close. Close. Set line. 50, ja. Delete. Oké, ze maken er al gebruik van. Want die paarden lopen al. En dan zegt de game van, hey, er is al een lijn, maar er lopen nog geen paarden. Hey, er lopen paarden. Oké, laten we gebruik maken, want er lopen paarden. Dus deze is geladen. Nee. Welke is normaal geladen? Deze? Ah, joh, fuck it. Ja, deze. Aha. En hier loopt de trein. Of de rijdentrein, maar goed. Ik wil naar Walden Cross, denk ik. Ja, ben je wat met die olie en met die goederen? Walden Cross ziet er gewoon goed uit om heen te verbinden. Dit was een grote stad, dacht ik, hè? Heel veel mensen hier wonen. Oké, we gaan even kijken. Die bussen zijn nog onderweg. Ik noem gewoon bussen. Goederenwagens. Nou ja, ze zijn niet helemaal gevuld nog. Nou ja, oké, dat kan gebeuren. Ik kan zien. Oh mijn god. Dat gaat toch nooit goed, dit? Gaan ze nog allemaal hier naartoe of hoe zit dat? Of gaan ze lopend? Ja, ze gaan wel lopend. Ik moet even meer road products kopen. Bye. Set line al. 4. Oh shit. Wanneer ga ik 4? Oh mijn god, jongen. Dat kan nooit goed gaan als ik zo blijf gaan. Ja, weet je, de rijden misschien. Ja, maar het punt is, het gaat niet snel genoeg. Dit stuk kunnen ze wel doen hoor, maar dan hier zou ik dan weer de trein kunnen pakken of zo. Ik weet niet. Het is ook best wel een stukje omlopen, maar ja, de weg ligt er. I don't know. Je moet even zien hoe het loopt. Die treinen maken winst. En deze twee die maken verlies, maar ik denk dat er wel ingehaald gaat worden hoor. Line 5. After the last selected station. Line 5, waar is line 5? We hebben wel goederen. Oeh, je hebt bijna ingehaald. Finances.
Ah, het is druk. Oh mijn god. Achievement first cargo transported. Nou ja, dan kan je dus zien hoe lang ik het over doe, hè. Om over van A naar B te komen. Ja, ik wilde hier gewoon een grote neerzetten, want dit is in de stad, weet je. Dan hoef je niet nog 30 van die dingen neer te zetten. Of te upgraden of zo. Daar heb ik echt geen zin in. Het staat nog in het groen, dus wow, nou, de game begint te laggen, ik voel het. Nou ja, ik begin nou gewoon overal overal gewoon een pap in de vinger te hebben, zeg maar. We hebben nou 44 XP, experience points, laten we even kijken bij de tropies. First electric train. Wat is dit dan? Weer 1900, 1950. Dat ik heel bankrupt. Ja, nou kan ik helemaal niet bankrupt gaan überhaupt. Kan ik gewoon niet. Daar ben ik gewoon te goed voor. Jij moet echt naar het depot, jongen. Jij moet echt geüpgraded worden. Het gaat niet goed anders, hè. Ja. Ik ga hem even volgen tot hij naar de boog gaat, anders vergeet ik het. No line. Maar dat was hij voordat hij bij een switch kwam. Toen het overheen ging, was het opgelost. Oh ja. Hij doet het nog. Miauw. Wat gereden. We zijn er bijna. Ik maak winst, dus daar gaat het om, weet je. Die paarden die redden zich wel. There she is. Waar is die pauw? Salt. Buy trains. Ik heb nog niks nieuws gehad, hè? Buy. Ja? Yeah. Kijk, ik heb 4 kaartjes, dus moet een kaartje bij. En set line, line 1, go. Mijn passie is mobile. Nee, ik durf niet aan om nog meer wagons erachter te gooien. Ik bedoel, ik kan toch wel een shitload meenemen. Hier, 30 mensen of zo. Ja, yeah, 30 mensen. Holy shit, bro. Deze heeft maar 10 van de 30, dus draai hij. Ja, hij draait rood. Weet je, daarom moet je niet te veel treinen op één traject hebben. Ze naaien elkaar dan. Kijk, hier hebben we wel weer wat mensen. Maar je laat één trein komen en er staan er nog maar 12 te wachten of zo. Of 14. Jij bent ook nog een ouwe. Nee, maar niet hoor. Ik heb nog wel een ouwe, toch? Of niet? Wat is die ouwe dan? Ik heb geen oude meer, heb ik ze allemaal al geüpgraded? Alleen deze heb 4 wagons. Nou, ja, is misschien ook maar goed ook. Laat hij nog wat voor de rest over. Zolang ik maar winst maak, vind ik het best. Ik dan ja. Hij draait winst. Ja hoor. 3,78k. Tering. Miauw. Oké, moest even. Even kijken, hoe zit je met het geld? Oké, repay, dan hebben we geen interest meer van de bank. Daar.
ja, je houdt weinig geld over, maar je verdient het allemaal terug, want loan interest gaat steeds meer omlaag. Dus de bank krijgt steeds minder van mijn bedrijf. Dus er gaat steeds minder mij. Dan is je wel rijker. We moeten even kijken hoe we gaan uitbreiden. Want ik wilde wel hier denk ik heen gaan. Wat was dat? Dali Dale. Het volgende avontuur. Oké, laten we beginnen hier. Laten we eerst even de game save. Hoe doen we dat? Game save. Oké. Voor ik wat stoms doe. Oké. Laatst. Is half 12. Oké, laten we nog even gaan station neer bedenken. Twee tracks. Ja, joh. Land use. Dat was ik vergeten. Wacht, hier nou. Lusje. Nee, ik zet hem hier neer. Oké, daar hebben we een trein staan. We gaan dan het eerste gebergte gebeuren hebben. Waar kunnen we allemaal naartoe verbinden? Dat had ik eerder moeten bedenken. Even kijken, we kunnen hier heen. Dan wil ik sowieso even een treintje in laten rijden. Dus, Oh, wait a second first. We pakken eerst de eerste rails. Oké, nee, ik ken wel. Ik dacht dat de stad voor wat dat deze weg te lang uit zag, maar gaat. Ik wil wel de maximale snelheid halen die ik kan halen in principe, zeg maar. Doe het dan hier? Ah, waar je fuck dat. Fuck dat. Oké, hoe gaat dit? Ja toch? Natuurlijk gaat het wel. Maar naast plakken en gaan. There you go. Kijk. Hij doet het toch? De futures doen het in ieder geval goed. Oké. Laat hier even een scherpe bocht maken. Wow. Is dat niet, dat is een beetje too fancy. 113 is zo snel zat, dat haalde die trein toch niet nog. Oké, moet uiteindelijk toch over de weg heen, maar ik heb hem liever even langs laten. Ik zie er gewoon mooi uit. Net naast space. Oké, we gaan hem even zo laten lopen. Ja? Yeah? Oké. Train collisions. Oh, wacht. Ja, dat zijn die wegen altijd hier. Done. Hier hebben we het zat, dus we moeten uiteindelijk toch weer die kant op. Ah, maar goed. Je moet dat stukje voor stukje bouwen. Maar waarom zeg je dan omhoog gaan? Ondergrond, is dat een oplossing? Nee. Dit is ook geen oplossing. Dit vervoer. Het is die weg hier, hè? Oh. Kijk, hier. Open, kling. Wat doen we hier allemaal weer? Wat is hier de bedoeling allemaal weer van? Het is de bedoeling dat die game gewoon zijn ding doet. Laten we dit dan een stukje voor stukje bouwen voordat het allemaal weer doet. Ja, je moet die kant op. Kling. Oké, hier eens even kijken. Hier komt het grote moment van de waarheid. Dan ga jij eens even weg hier. Waar zie je dan een vertical in de bij? Miauw.
Oké, hij is voorbij dat zijn. Even kijken hoor. Oké, ja, ik zie nog geen ding erboven, maar... Ja, oké, wacht even. We gaan even een station plaatsen en kijken of alles nog werkt. Number of tracks. Ja, dit is een beetje future-proof, hè. 240 meter. Gaat dat werken? Ja, godverdomme, dat werkt niet. 160. De post staat in de weg. Even keer. Oh, wacht even. Listman. Oh mijn god, dat is moeilijker dan ik dacht. Ik dacht van, oh, dat doe ik wel even hoor. Even kijken. Collision. Terrain alignment collision. Ah, daar heb ik ook wel een toe voor. See the magic. Ik heb geld zat. Oh, wacht, heb ik niet. Never mind then. Ik wil wel even neerploppen. Dit moet toch kunnen? Wat is dit voor bullshit? Oh my god. Als ik wel weer twee rails doe. Terrain. En wat als ik eentje plaats? Oké, de game kan nogal zeuren. Niet dat mijn ouders wat konden zeuren, maar de game is nog erger. Oké. 3 tracks wil ik. Dit is bullshit. Oké. Pak de bulbos er eens. Ik haat die fucking weg. Even kijken. En terug. En een ems. Als dit werkt, werkt het toch? Ach, ik zag wat fits. Nee, game. Nee. Stout. Af. Ring, hey. Bemoei je met je eigen zaken. Oké, ik word helemaal zat. Vertical in de wei. Zie jij vertical? Godverdomme, wat op. Oké. Stout de game. Stout de game. Terrain alignment collision. Ja, kijk, het ziet er heel gelijk uit. Even kijken of ik alles nog kan in. Oh ja, nee, stel je voor dat het wel gaat. Nu ligt deze twee rails even, dan is het opgelost toch? Zou je denken. Die doet het wel, maar deze doet het niet. Maar dat deze niet. Wat? Nou ja, gelukkig is het een wissel maar. Het is maar een wissel. Oh, maar probeer dan die wissel maar eens terug te plaatsen. Ja. Yeah. Moet je deze ook goed wisselen. Oké, ik probeer het nou eens opnieuw. Ja, nee, dat is pijn in die ass. Ik denk niet dat het nog mogelijk is hoor. Hier komt hij. Maar dan zegt hij collision. Weet je wat? Oké, we beginnen vanaf hier even. Hoeveel geld hebben we nog? Oh, zat er. Hey, there we go! Kijk. Gaan we deze nog? Ja. Ah, curve. Too high. We moeten deze ook weer even verplaatsen. Of niet?
Wat? Kom op. Weet je, het is gewoon een pain in the ass. Nee. Weet je, laat maar liggen. Ik weet niet of ik dat nog nodig heb in de toekomst. Oké. We hebben aangelegd. Hebben we nog seinen nodig? Ja, we hebben hier nog seinen nodig. We zijn nog niet klaar. Hier een sein nodig. Hier hebben we een nodig. 1, 2, 3. Ja, nee, ik denk dat het wel goed is. Oké, we hebben 3 rails. We hebben daar nog van. Oh mijn god, ik moet de weg nog aanleggen weer hier. Jesus fucking Christ. Oké, collision. Yay. Geldlijn van de bank. Oké, gaan we dat redden? Ja. Dat gaan we redden. Wat was nou mijn plan hier? Nee, geen fout, hè. I don't have a clue. Waarom zou ik het zo willen maken? Ja. Dat bustenpootje. Bam. Moet dat nog weer linken? Rup. Jij doet je ding, denk ik. Ja, dat doe jij. Yes, sir. Dat doe jij. Oké. Let's see. Jij doet je ding. Ja, jij doet je ding. Ja, denk het wel, hè. Oké, we hebben de drills aangelegd. De lijnen zijn waarschijnlijk in het rood. Nou, we staan in het rood hier ook. Dat zijn de constructiekosten. Oké, dat gaat nog allemaal goed. Oké. Hoe gaat het eigenlijk met deze business? Ik zie niks in het rood staan. Dus dat maakt dat het winst maakt. Upgrade scheduled in 7 months. Nice. Upgrade scheduled not. Oh yeah! Bavarian car! Okay, let's check it out soon enough. De rails hier hebben weer weg aangebouwd. Dan moet ik zeker dat. Ja, nou, ik. Ken ik hem met mijn trein langs? Ja, toch? Wacht even, we gaan even save voor ik wat stoms doe. Trail park. Okay, tab. Dan zou ik die andere moeten overschrijven. Okay, let's. Ja, lelijk. Dit is wel lelijk. Denk ik het toch? Ja, oké, maar dat is gewoon de ligging van het station. Terrain. Ja, nee, dat kom ik even niet uit. Dit kost geld, dat heb ik niet. Ja, hij gaat echt zijn eigen leven dingetje doen. Even kijken of je nu wat nodigs te melden hebt. Heb je wat? Nee. Ik dan denk. Oké. Oh, we staan in de min. Waarom staan we in de min? Oh shit, die treinen rijden een verlies. 3 minuten. En de line 5 maakt verlies. Zet al verticals te diep, maar daar heb ik geen zin in. Line 5, wat doe jij fout? Ja, maar die moet eerst natuurlijk een heel pokkenhand lopen, hè? Voordat ze aan het minst maken. Hé, je ziet voetgangers. Miauw. Ik zie die trein dan voorbij razen. Oké, we zullen wel even kunnen kijken. Je kan een goederenstation hier neerzetten. Je kan. Als ik dat wil, maar ik heb er geld nog gewoon niet voor. Zo, oh, maak winst. Borrow nog even een paar 100k. Dan kijk ik die line hier even af te maken. En dan kijk ik de trein laten draaien met die Bavarian cars. Hebben we er genoeg geld voor? Ja, ik denk het wel. Wat is volgens de game de meest efficiënte aansluiting? Even kijken, er zit aangesloten erop.
Dit laat ik gebeuren verder. Dan krijgen we een brug, wat een hoop geld kost. En dan krijgen we dit. Ja, good enough. Dat is mooi dat het een beetje slingert. Dan heb je een beetje wat variatie in je rechte lijn. Oké, laten we hier een depot maken. Gaat het? Ja. Oké, dan heb ik hier hopelijk nog ruimte. Ja, nee. Nee. Train. Ah, shit. Game. Lag. Niet zo. Ja, geweldig. Dat probeer ik wel te houden. Waar is de rails? Ik zie geen rails liggen. Nope. Gaat niet werken, denk ik. Waarom gaat het niet werken? Deze rails. Hij zit deze kant op. Hij zit er al te dicht op, hè? Dat is het wel, denk ik. Hij zit te dicht alweer op die rails. Die rails zit te dicht op die rails. Ja, daar was ik al bang voor. Terrain collision. Oké, de pootje. Ja. Maar ja, we hebben nog maar één lijn hier. Dan moet je even een lijn maken eerst. Want ik heb nog helemaal geen lijn, dus ik loop te liegen. Oh jee, doe ik ook niet zo uit. Kijk of winst een beetje maakt deze lijn. Ik denk het. Ik hoop het. Heeft een hoop geld gekost. Oké, bye. Bye. De BV-Rian. Die kan 80 km per uur en deze kan maar 50. Dan gaan 30 jaar zo overruimen voordat die vervangen moet worden. Een should be replaced. 8 versus 6 passengers. Do axle coach with open platforms on both sides. Zes. Zeven. Ja joh, doe maar wat joh. Setline. 6. Dit zijn de enige twee treinlijnen die ik heb. Ik heb meer aan bussen dan een trein. Oké, even kijken hoor. Lijnen. Ja, hij maakt dus verlies. Ja joh, er staan nog geen mensen te wachten ook. Dat is wel toch erg. 16 minuten, shit bro. Ja, voorlopig is het maar gewoon een enkel treintje. Zou waarschijnlijk snel zijn gegaan als ik zo was gegaan, maar ja. Dan zou de constructiekosten ook hoger zijn, nog. Ik hoop gewoon dat ding uiteindelijk gewoon genoeg geld gaat verdienen. Voor de rest, ik kan dit opvangen hoor, dit geld. Dus dat is helemaal niet de issue, niet voor Speed World. Speelt Def Kirby. Waarom laat ik Split dat niet zien? Oh nee. 52. We gaan. Nee, ik heb geen zin. Laten we die kaartjes even bekijken. Oh joh, hij is al best snel. Hier heuvel. Ja, die kaartjes ken ik wel. Dat zijn van die grappige dingen. Dat is derde klasse. Zijn ze allemaal. Ja, er kunnen waarschijnlijk wel veel meer. Er zitten nog mensen in, hè? Dus hij gaat eerst volgorde een wagon toevoegen hoor. Don't worry. Kijk, gaat 44. Ja, die route is gewoon goed hoor. Zolang je boven de 40 zit, is dat no problem at all. Ik ga even lekker door. Ik zit toch al op de 1 gigabyte. Met een full HD opname. Oké, 33. Wow. Misschien kunnen we wel een tweede locomotief toevoegen. Maar ja, dan moet je ook een dubbel aan wagons hebben. Dan krijg je weer dezelfde situatie.
27. Maar ja, maar anders wordt het tunnel bouwen. Oké, nou gaat hij natuurlijk wel lekker snel. Nou gaat hij bergafwaarts. Ja, 45, klopt, 46. Dat gaat hij niet halen. Nope, never, ever. Ever. Waar ga jij? Weg. Ja, dat is de enige treinlijn die zo ver loopt. Voor mij. Hoppakee. Oh, 3 passagiers. 3 van de hoeveel ook weer? Van de 6-5, oh jezus. Maar dat gaat prima. Dus ik ga mentaal voorbereid op school. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vergeet niet aan mijn zorg om te abonneren, te liken. Al die normale shit dus. Wat je al moet doen. En dan zeg ik, laters.